Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb de collectie van Nina Houston besteld. Zij heeft een collectie uitgebracht bij Color for Rebel. Ik heb een tijdje terug toen Nina Waring haar... ook toevallige Nina. Die link ook niet eens gelegd. Toen Nina Waring haar collectie had uitgebracht bij Color for Rebel heb ik die ook besteld. En ik was toen eigenlijk heel erg tevreden met de kwaliteit. En ik waren gewoon echt super mooie items. Ik heb ook een paar items gehouden. Die heb ik er ook met heel veel plezier hier in mijn kast hangen. Wat wel een beetje een bummer was, is dat die collectie uiteindelijk echt met zieke korting er nog uit is gegaan. Ik had een blouse besteld, die was 80 euro. En die ging op een gegeven moment echt voor 23 euro. En ik had echt zoiets van... Oh my god, I feel robbed gewoon. Ja, dat was wel even achteraf dat ik dacht... Auw. Maar goed, dat is gebeurd. Ik heb hier de doos liggen met alle items. Laten we hem gaan openmaken. Ik ben heel benieuwd. Is it worth it? Zo, ik heb dus de gehele collectie besteld. De collectie heeft totaal 6 items. Het zijn allemaal bovenstukken, dus het zijn shirts en sweaters. Ik heb ze hier allemaal liggen, dus we gaan ze gewoon één voor één openmaken en kijken of het wat is. Ik denk dat ik ga beginnen met dit shirt. Ik heb mijn telefoon er even bij, dat ik eventjes kan spieken. Dit is de Easy Tiger Club Nina T. En die is €44,95. Oeh, oké. Dit is hoe die eruit ziet. Hij heeft een lekker... felle kleuren. Hij komt ook een stuk feller over, moet ik zeggen, hier dan op de foto. Op de foto hebben ze duidelijk de kleuren wat meer naar beneden gehaald. Dat vind ik wel een puntje. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij er iets meer uit zou zien zoals op de foto. Maar goed, daar is dus wel duidelijk een filter overheen gegaan. Ik heb hem in de maat XS besteld. En we gaan natuurlijk altijd even spieken waar die van is gemaakt. Hij is van 100% katoen. Dat is wel een ding, dat heb ik al voor Rebel. Of in ieder geval, dat merkte ik ook bij Nina Waring. Het zijn echt hele fijne stofjes. Gewoon niet synthetisch. Het is gewoon echt allemaal mooi gemaakt. Maar goed, daar leg je dus ook al wat geld voor neer. Ik vind dat hij er nog redelijk groot uitziet voor een XS. Ik denk dat hij ook misschien een beetje baggy hoort te vallen. We gaan hem gewoon passen. Ik ben heel erg benieuwd. Auw. Dit is hoe het shirt eruit ziet. Hij is, zoals ik al had voorspeld, echt aardig groot. Ik zal hem eventjes uit mijn broek halen. Ja, ik vind hem zelf altijd wel mooi. Maar dit is dus een XS. Dit is dus het kleinste maatje. Dus hou er wel rekening mee, mocht je het willen bestellen, dat je eventueel ook een maatje naar beneden kan. Mocht je het niet zo groot willen hebben. Wat wel altijd een beetje een nadeel is aan shirts die zo oversized vallen, is dat je heel veel stof hebt. En dat kan je hier ook wel zien. Er zit gewoon een heel klein beetje gek in mijn broek. En je hebt ook al snel echt wel van die bobbels die je ziet zitten. Dus dat is wel een soort van het enige minpuntje daaraan. Maar goed, op zich kan dat altijd wel gewoon mooi wegwerken hoor. Het is een klein dingetje, maar het viel me op dat hij gewoon een beetje gek in mijn broek zit. Ja, ik vind het op zich wel een heel erg leuk shirt. Ik vind de kleuren alleen wel echt behoorlijk fel. Ik had gewoon gehoopt dat ze iets meer ingetoond zouden zijn, hoe zeg je dat? Zoals je het ook op de website zag, het was wel gewoon echt duidelijk een kleurenfilter. Daarvoor vind ik hem misschien ook wel net iets te heftig voor mij. Maar ik vind het verder wel een heel erg leuk shirt. Hij zit ook echt heel erg lekker. Hou er dus wel rekening mee dat hij dus echt wel groot valt. Dat je eventueel een maatje naar beneden moet. Dan heb ik deze sweater besteld. Het is de Future Lovers Nina Drop Shoulder Sweat Pirate Black. Wel apart, want ze noemen hem dus black, maar hij is echt heel duidelijk grijs op de foto. Maar goed... maakt niet uit. Deze sweater is €64,95. Oh ja, hij is ook duidelijk wel gewoon echt wel grijs in het echt. Ja, ik vind hem op zich wel heel erg leuk eruit zien. Ik vind het qua kleuren ook wel iets meer bij mij passen. Iets minder heftig. Waar ben jij van gemaakt? En deze is van 88% katoen gemaakt en 12% polyester. Dit is de sweater. Ik vind hem eigenlijk echt wel heel erg leuk. Ik vind de kleur heel erg mooi. Het is echt gewoon zo'n mooie, beetje donkergrijzige kleur. En ik heb ook altijd wel het idee dat dat me wel redelijk ophaalt of zo. Dat is wel een kleur die ik wel goed kan hebben. Deze valt dus ook echt wel oversized. Dat kan je ook wel heel erg goed zien bij de mouwen. Hij valt ook wel echt wel over mijn hand heen. Ik vind dat zelf bij sweaters echt top. Ik hou van oversized sweaters. Ik vind dat er altijd wel gewoon heel erg nice uitzien. En deze die valt dus echt wel lekker groot. Het is dus een maat XS again. Dus hou er dus wel rekening mee mocht je dat zelf niet zo heel erg prettig vinden. Ik vind hem eigenlijk wel gewoon heel erg chill. Hij zit heel erg lekker. Hij is warm, maar niet te warm. Gewoon zo'n mooie tussensweater eigenlijk. Ik vind hem echt wel heel erg leuk. I like it. Dan voor de kleurenverandering heb ik een wit shirt ook besteld uit de collectie. Dit is de Wild Heart Nina T in wit. Surprise, surprise. Dit t-shirt is €39,95 en is het goedkoopste van de gehele collectie. De andere shirts zijn €44,95. Weet niet zo goed
wat daarin precies het prijsverschil is. Maar ja, deze is ook gewoon van 100% katoen gemaakt. Nou ja, I don't know. Oké, maakt niet uit. Dit is hoe het shirt eruit ziet. Er staat een panter op met Wild Heart. Ik heb hem ook in maat XS besteld. Ik vind hem wel heel schattig. Ik vind dit soort shirts ook altijd heel leuk om te dragen bij bijvoorbeeld een leuke mom jeans. Of met een rokje of iets. Ja, je kan er altijd wel veel mee. En deze komt qua kleuren ook wel weer gewoon goed overeen. Zoals op de foto. Ja, ik vind color correcting over foto's altijd wel een dingetje, moet ik zeggen. Op Instagram snap ik dat je er een leuk filtertje overheen wil gooien. Het allemaal wat mooier wil maken. Maar als je het echt verkoopt op een shop, heb ik altijd wel zoiets van... Ja, daar moet je wel mee oppassen. Want een kleur kan dan toch wel heel anders overkomen. En ik vind het altijd wel gewoon een detailding. Maar goed, that's me. Zullen ook genoeg mensen zijn die denken... Mens, waar maak je je druk om? Let's try it on. Oké, dit is hoe die eruit ziet. Hij is minder groot dan... De eerste die ik aan had met de felle kleuren. Ja, hij zit gewoon net even iets strakker. Nou moet ik zeggen dat ik dat wel wat mooier vind. Het heeft toch wel net even iets meer mijn voorkeur. Ik vind hem op zich wel leuk, maar ik moet zeggen dat ik hem niet heel erg bijzonder vind verder. Ja, ik vind glitter vaak op een shirt toch minder. Ik ben sowieso niet echt van de glitter. Oep, unpopular opinion. Ja, hij is wel oké, maar ik word er gewoon niet heel erg warm van ofzo. Dan heb ik een sweater en deze was denk ik het populairste uit de gehele collectie. Ik weet toen zij... De collectie net uit had gebracht. Echt nou, binnen, wat was het, een uur of zo was deze sweater helemaal uitverkocht. Dus ik heb toen even gewacht. En na een paar dagen was hij weer helemaal bijgevuld gelukkig. Dus daardoor heb ik hem kunnen bestellen. Dit is de Easy Tiger Club Nina Hoodie in het zwart. Hij is €79,95. En ik denk dat dit zelf ook mijn favoriete item is uit de gehele collectie. Dit is namelijk een zwarte hoodie. Hij is hier aan de voorkant eigenlijk... Vrijwel plain. Hij heeft hier alleen Colorful Rebel aan de voorkant. En de achterkant heeft eigenlijk dezelfde print als op het shirt. Ik hou er altijd wel van als je dan aan de voorkant gewoon een beetje een basic iets hebt. En de achterkant echt zo'n hele vette print heeft. Ik heb ook shirts onder andere van Lovies en die hebben dat ook. En ik weet niet, ik hou er wel gewoon van. En ik vind dat bij deze sweater ook echt heel erg leuk. Dus ik denk dat deze ook wel echt mijn favoriet is. Hij is dan ook wel het duurste van de collectie. Maar goed, hij voelt wel echt heel lekker aan. Oh ja, ook van 88% katoen en 12% polyester. Dus hetzelfde materiaal als de sweater van net. Let's try it on. Nou, daar is hij dan hoor, de sweater. Hij zit eigenlijk helemaal goed qua maat. Deze valt dan weer, gek genoeg, iets minder oversized. Deze valt best wel true to size. Dat zie je ook wel bij mijn armen. Ik vind hem echt wel heel erg leuk. Ik baal toch wel een heel klein beetje dat hier Colorful Rebel staat. Ik denk dat ik hem nog leuker had gevonden als dat er niet had gestaan. Het is natuurlijk een beetje klein detail wel. I don't know. Toch gewoon iets waarvan ik denk, ach, jammer. Had nog mooier geweest, denk ik, als hij gewoon helemaal plain was geweest. Ik zal hem even uit mijn broek halen. Dan kunnen jullie zien hoe die zo valt. Hij heeft dus hier zakken. Ja, ik vind hem echt wel leuk, maar niet fantastisch of zo. Dus ik denk niet dat ik hem ga houden. Maar ik vind hem verder wel gewoon heel erg mooi. Ja, mooi ding. Dan hebben we nog een shirt. Het is hetzelfde printje. Eigenlijk dezelfde kleur als de sweater. Maar dan dus in een t-shirt vorm. Deze is €44,95. Ik heb hem in XS besteld. En ik neem ook aan dat deze helemaal van 100% katoen is gemaakt. En het shirt. Ja, ik vind deze ook heel erg leuk. Ik denk dat dit wel mijn favoriet qua print en kleur is van de hele collectie. Dus met de sweater erbij. Ik vind het gewoon een hele mooie grijze kleur. Ik weet niet wat het is. Ik vind het er gewoon leuk uitzien. En ik vind de print gewoon heel erg leuk. Ja, ik vind deze qua maat ook wel weer heel erg mooi zitten. Dus wel weer een beetje oversized, maar niet heel erg. Ja, dit is gewoon, denk ik, mijn favoriet met de sweater. Ik vind het gewoon een mooi geheel. Ja, I like it. En als laatste hebben we nog een sweater. En deze sweater heeft de print van het witte shirt. Dit is hoe hij eruit ziet. Oh, deze is nog best wel klein. Ja, dat is wel opvallend. Deze heb ik ook in een XS besteld. En deze lijkt wat minder baggy, wat minder oversized dan de andere sweaters. Moet er nog maar even blijken als ik hem aan heb. Maar dat is wel iets wat me opvalt. Deze is 59,95. Ja, en deze is weer van hetzelfde materiaal gemaakt als de andere sweaters. Oké, dit is hoe die eruit ziet. Zoals ik ook wel goed had gezien, valt deze ietsje kleiner. Deze is dus niet echt oversized. Ik moet zeggen dat ik dat altijd wel iets minder leuk vind. Ik merk dat ik gewoon niet heel erg fan ben van de print. Net zoals op het witte shirt. Dit is gewoon niet mijn lievelings of zo. Ik vind het verder niet verkeerd, maar I don't know. Het is gewoon niet helemaal mijn ding. Ik ben er niet
heel groot fan van. Maar ik vind hem wel oké. Ja, hij zit op zich ook wel lekker. Hij is ook wel weer lekker warm. Maar deze valt dus wel echt behoorlijk true to size. Dus mocht je dus weer van het oversized houden, zou ik zelf een maatje omhoog gaan. Ja, dus op zich wel heel erg leuk, maar niet voor mij. Is it worth it? Zo, we zijn er weer doorheen. Zoals bij Color for Rebel, zoals ik ook al een beetje had verwacht, heb ik eigenlijk niks op de kwaliteit aan te merken. Het is gewoon echt heel fijn speel allemaal. Het wordt echt met fijne materialen gemaakt. De collectie was dus niet 100% mijn ding. Ik ben dus zelf het meest fan van de grijze sweater en het grijze shirt. Ja, ik vind verder dat Nina het echt ontzettend leuk heeft gedaan. Het is ook wel echt een hele mooie collectie voor de wat jongere meiden. Ik denk dat ze dat echt heel erg goed heeft gedaan. Mocht er nou een collectie zijn waar je denkt, ik wil echt dat je die reviewt, laat het hier dan vooral beneden achter in de comments. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je snel weer. Doei doei! Is it worth